Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mij Hans de Beste. En vandaag doen we weer een nieuwe aflevering van Rocket League 3 tegen 3 gewoon. Ik vind een tijdje terug dat een video online was, maar ik had gewoon druk. Sorry. I do my best. Maar als je dit vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. We beginnen de aflevering goed met een doelpunt. En betere kwaliteit is incoming. Nou, ik denk dat we vandaag gewoon de casual play gaan doen. Ja, lekker bezig teammate. We doen vandaag 3 potjes. Gewoon, net als normaal. En ja, bijna gaat het doen. Nou, ik heb het weg. Oké. Dat was niet helemaal mijn bedoeling. Dit kan je niet. Er is iemand die bijna. Ik wil zeggen, is er iemand hier in mijn ring? Kan je hier schieten? Bijna dus. Ja, goed weggewerkt. Voorgegeven. Krijgt de doel van in. En dan heb ik een nette voorzet gegeven. Nice, 2-0. Voor eindelijk een keer een keer dik voorstaan. Ik heb dik. Het kan nog altijd gewoon vooruit worden, dus even afkloppen. Kom op. Ja. Oké. Ik weet niet wat daar helemaal gebeurde, maar... Oké, dan doe ik het. Ja, lekker bezig weer. Even concentratie gaan doen, want die had ik er zo mooi in kunnen schieten. Maar nee, ik heb het weer niet gedaan, hè. Dus ja. Maken en nope. Nice. No. 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 Oh, okay. Ik heb boost weer. Ik was zo'n bal dat ik speelde. Ja, ik denk dat we op gaan geven. Ja, het is nog een heel team. Dat is waar, wat ze ervan gaan doen. Ik heb hem. No, ik was er bijna. Nice team. Nice gedaan, teammate. Hij heeft hem niet. Tweede wel. Niet helemaal trouwens. Die zit ook weer. Oh, 5-0.
zijn dingen die je direct op kan leven, maar... Dat is nog de vraag. Ja, jij hebt hem. Oké, we zetten dan echt met z'n drie naast. Zo. Jonge teammate. Goed bezig teammate. Ja, dat is jammer. Dat is gewoon jammer. Maar ja, we hebben het toch wel gewonnen. Eerst potje gewonnen, dus ik zie jullie zo bij het volgende potje. Tweede potje van vandaag. Ik zit helaas niet met dezelfde teammates als van daarnet, maar ik ga ervan uit dat we dit potje wel kunnen winnen. Oh, Pietertje, Pietertje! Oh. Al stilgelegd. Dat is jammer. Het eerste doelpunt is jammer. We waren beter. We zijn beter. Maar het is gewoon jammer. Ja, ik heb hem. Ja. Eigen doelpunt, bezig. Anders was wel een mooie voorzet, dat kan ik niet zo zeggen, maar... Ik kan mezelf wel in doen, ja. Geen hulp bij nodig. Jammer. Mag ik hier eigenlijk doen? Ja. Had hem wel goed ingeslingerd. Net wel van de goede voorzetjes. Hij heeft hem hier gewoon erin gegooid en dan tikt hij hem zelf erin, dus ja. Ik vind het een eigen doelpuntje alweer. Kan ik hem inknippen? En nee. Dat is te laat. Kom. Ja, zo is Pieter. Bam! Te laat. Het waren wel te laat.
jammer. Nou, beter had gekregen. Beter had aange... beter geraken. Als er iets leuks uitgekomen, maar... mag helaas niet baten. Zo, voorgeven. Zo. Ja, ik kan hem eerst gewoon breed geven. Goede tegenaanval, een goede counter. Ik kan beter zo goed verdelen. Dan moeten we even ons, hoe heet het? Onze winst uitbreiden. En dan wordt het mensje wel. Dat is maar een net doelpunt alweer. Uitgespeeld doelpunt. Gewoon tik tik. Ja, ik was weg en hij was gewoon tik. Eerste voorbij, tik die Pieter. Ja. Pieter had het meer kunnen maken. Maakt niet uit. Nu wij weer. Paal. Nee! Heb ik hem? Wat? Heb ik hem niet? Ik ben vandaag niet echt op dreef. Ik zie met casual gaan spelen. Kijk, die is weer terug. Normaal zo. Dat is niet zo handig, die meid. Vervolgens door slingeren. Zo, omhoog een wit. Wel de verkeerde kant op, maar. Zo. Ah, ik kijk in dat zichtje. Vind ik niet leuk. Zo, ik heb het meer geduld. Yeah, hij doodt mij alleen. Hij heeft niks gedaan. Dat niet kunnen. Oké, dat was echt heel slecht in het stuur. Lekker beestje Pieter.
Nou. Het tweede potje van vandaag ook gewonnen. En ik zie jullie zo bij het laatste potje van vandaag. Jonge mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League 3 versus 3. Sorry dat het maar twee potjes waren. Mijn derde potje was niet goed gegaan. Hadden we verloren. En was iets misgegaan met de audio. Dus daarom deze afsluiting. In ieder geval abonneer, reageer, like zeker deze video. En dan zie ik jullie volgende keer bij Rocket League of iets anders. Bye, mensen.